Beste leerling van 3-kader, 3-GLTL of 3-MAVO, je kijkt naar een video van hoofdstuk 2, meetkunde van getal en ruimte, van jullie wiskundeboek, deel 1. Ik zal in deze video de 5 paragrafen langs laten komen die behandeld worden. En de eerste paragraaf begint met koers en kaart. Je ziet hier een koershoekmeter en zo'n koershoekmeter is verdeeld volgens de windrichtingen, noord, oost, zuid, west en alles wat ertussenin zit. Je ziet bijvoorbeeld ook noord, noordoost, je ziet noordoost, je ziet ook oost, noordoost, dat ligt dichter bij het oosten dan bij het noorden, enzovoort. Je ziet ook dat de koershoekmeter verdeeld is in graden. Je ziet 360 graden, is helemaal rond. En zo zie je bij oost bijvoorbeeld 90 graden staan, bij zuid 180 enzovoort. Voorbeelden, ik noem wel even, oost is 90 graden. Zuidoost zit precies tussen oost en zuid in, dus tussen de 90 en de 180. Precies middenin zit je bij 135. En zo zit noordwest precies midden tussen noord en west, dus tussen de 270 en de 360. Dus 315 graden. Zou je bijvoorbeeld willen weten wat oost-noordoost is? Dan zie je dat noordoost bij 45 ligt. Hè, precies midden tussen 0 en 90. En oost-noordoost ligt tussen 45 en 90 in. Dus 22,5 verderop. Dus die komt op 67,5. Hoe werkt nou zo'n koershoekmeter? Even een voorbeeld. De familie van de Noord is op vakantie in Zuid-Limburg. Ze verblijven in een hotel in het centrum van Valkenburg. Dat zie je hier bij de pijl, midden in het centrum. Op maandag maken ze een wandeltocht naar Welre. Wat is de koers van deze route? Nou, dan moet je eerst weten, waar ligt Welre? En dat ligt bij deze pijl. Dus je loopt van Valkenburg naar Welre langs de Geul. De Geul is dat water daar. En dan gaan we zo meteen de koers van meten. Vervolgens komt er nog een B-vraag. Van Welre lopen ze vervolgens naar Margraten? En wat is dan de koers van die route? En Margraten ligt daar. Dus we gaan een soort bijna een rondje lopen. Valkenburg, Welre en dan naar Margraten. Voorbeeld. Nou, je ziet het. Die eerste vraag, de A-vraag. Als we dus van Valkenburg naar Welre gaan, dan pakken we de koershoekmeter en die leggen we op Valkenburg, met het centrum op Valkenburg. We trekken een lijntje van Valkenburg naar Welre. Het is handig dat je dat eerst doet voordat je de koershoekmeter erop legt. Dus Valkenburg-Welre, koershoekmeter op Valkenburg leggen. En je leest vervolgens af waar dan het lijntje de gradenboog snijdt. En dat blijkt bij 127 graden te zijn. Het is 127 op de boog. Lees je af. Bij de B-vraag gaan ze van Welre naar Margraten. Dus opnieuw trek je een lijntje van Welre naar Margraten. Je legt even de koershoekmeter op Welre met het rondje. En je leest op de gradenboog af waar de lijn er doorheen gaat. En dat blijkt te zijn bij 254 graden. Dus de koers van Welre naar Margraten is 254 graden. Ook in paragraaf 1 gaat het over schaal. En dat ken je vast wel als je landkaart ziet. Dan staat er altijd een schaal onder. Bijvoorbeeld 1 staat tot 600.000. Dat betekent dat 1 centimeter die je op de kaart opmeet, in werkelijkheid 600.000 centimeter is. Maar haal de 2 nulletjes af, dan is het dus 6.000 meter. En als je daar weer 3 nulletjes afhaalt, hou je over 6 kilometer. Dus 1 centimeter is in werkelijkheid 6 kilometer. Meet je dus 3,7 centimeter op, dan is dat in werkelijkheid 3,7 keer 6 is 22,2 kilometer hemelsbreed. Op de kaart van Zuid-Limburg, die ik gebruikt heb, staat dat de schaal 1 staat tot 50.000 is. De afstand van Valkenburg naar Welre
is, hemelsbreed gemeten, 12,7 centimeter. Kun je gewoon opmeten met je lineaaltje of geodriehoek. De vraag is, hoeveel kilometer is dit nu in werkelijkheid? Je weet dat 1 centimeter op de kaart in werkelijkheid 50.000 centimeter is. Dus 500 meter. He, 2 nullen eraf. Dan nog 3 nullen, maar dat kan niet. Dus dan schuift de komma over de 5 heen. Dus 500 meter is een halve kilometer. Dat weet je ook zo wel. Dus 1 centimeter die je opmeet is in werkelijkheid een halve kilometer. Dus 12,7 centimeter is dan 6,35 kilometer. 12,7 keer 0,5. Je zou kunnen zeggen 12,7 keer 500 meter is 6350 meter. Dus 6,35 kilometer. Nu is de afstand hemelsbreed rechtstreeks in één rechte lijn. Maar in werkelijkheid loopt de weg nooit in één rechte lijn. Er zitten altijd kronkels, bochten in de weg. Dat duurt dus altijd langer. Een vuistregel, een afspraak zou je ook kunnen zeggen, is dat je de afstand die je opmeet keer 1,2 moet doen om de echte afstand te weten. Dus als we hebben berekend dat de afstand van Valkenburg naar Welre hemelsbreed 6,35 kilometer is, dan geldt er dat het in werkelijkheid 6,35 keer 1,2 is 7,62 kilometer. Er zijn drie vuistregels die je gebruikt bij het opmeten van afstanden op kaarten. De eerste hebben we gezien. De afstand die je werkelijk aflegt, vind je door de opgemeten afstand keer 1,2 te doen. Dus altijd keer 1,2. De tweede vuistregel, tweede afspraak, is dat je ongeveer 15 kilometer in een uur fietst. Dus als je fietst, is je snelheid 15 kilometer per uur. En als je loopt, loop je ongeveer 5 kilometer per uur. Dus als je 7,62 kilometer moet fietsen, van Valkenburg naar Welre, dan ben je ongeveer een half uur onderweg. Je fietst 15 kilometer in een uur, dus het is iets meer dan 7,5, dus de helft. Dus je fietst er ongeveer een half uur over. En zou je gaan lopen, dan ben je ongeveer anderhalf uur bezig. Je loopt 5 kilometer in een uur, nog ongeveer 2,5 erbij, dus 1 uur en een half uur, dus anderhalf uur. In de bergen loop je niet zo snel. Ik heb hier een kaartje van de bergen in Zwitserland. En ik heb hier dan met name de Niesen in Berner Oberland, voor degene die dat kennen. En op zo'n kaartje zie je hoogtelijnen. En hoogtelijnen geven aan dat alles op die hoogte ongeveer hetzelfde is. De pijl wijst naar die 1900. Dus die 1900 betekent dat alles op die lijn ongeveer 1900 meter hoog is. Je moet het zo voorstellen. Als het ware hang je in een helikopter hier boven die berg. En je ziet dan dat die berg verdeeld is in allerlei gebiedjes. Die lijn van 1900 zou een soort hoogtepad kunnen zijn, waarbij alles precies 1900 is. Nou, dat is in werkelijkheid natuurlijk niet zo. Maar het geeft iets aan over de hoogte van die berg op dat punt. Het lijntje daaronder, onder dat pijltje, dat is 1880. Dus ieder lijntje gaat 20 meer of minder worden. Het lijntje daaronder is dus 1860. En zou je boven de 1900 gaan zitten, is het 1920, 1940 enzovoort. Ik heb hier een lijntje getekend van A naar B. Nu gaan we een doorsnede tekenen door dit gebied. Dus eigenlijk gaan we met een mes die berg doorsnijden. We vegen de ene kant weg en we kijken wat we dan zien. Wat de afdruk is van wat je als het ware van die berg afgesneden hebt. Dat kan natuurlijk niet, maar stel het je voor. Nou, daarvoor leggen we het kaartje eerst dwars, zodat die lijn AB horizontaal komt te liggen, evenwijdig met de onderkant van je grafiek. Kijk wat de minimale waarde is die getekend moet worden, dus wat is het minimale hoogtelijntje. En kijk ook wat de maximale waarde is. De laagste waarde die ik hier zie zit bij de A, 1950. En de hoogste, het is voor jullie wat moeilijk te zien.
maar is ongeveer die rode lijn. Er staat ongeveer 2300. Het gaat even ietsje hoger. Beter is misschien nog te zeggen 2350. Maar die staat niet echt duidelijk op de kaart vermeld. Dus ik heb voor 1950 tot 2300 gekozen. Die zet je in een grafiek die je gaat tekenen. Zorg ook voor een scheurlijntje. Nou, je ziet hem hier. Hij loopt vanaf 1950 tot 2300. Onder de 1950 heb ik een scheurlijntje. Want dat stuk van de grafiek gebruik ik niet, dus dat druk ik helemaal in elkaar. Nou, vervolgens ga je vanuit ieder lijntje wat je snijdt met die lijn AB, die gaan door al die hoogtelijntjes heen. Vanaf ieder snijpuntje met die hoogtelijntjes ga je naar beneden toe, een stippenlijntje trekken, totdat je zit in die grafiek bij de hoogte die je wilt tekenen. Je ziet dat de eerste waarde, bijvoorbeeld bij A, wordt getekend bij 1950. Dus die trek je naar beneden tot 1950. Ik heb niet alle lijntjes gepakt, want zoals je ziet had ik dan ook heel veel meer puntjes moeten hebben. Dat moeten jullie wel doen, want jullie hoogtekaartjes zijn wat versimpeld. Maar deze is een beetje te ingewikkeld om alles erin te zetten. En voor de vorm is dat ook niet helemaal nodig. Dus ik heb een volgend lijntje gedaan vanaf de lijn waar 1980 bij staat. Dan heb ik een stippenlijntje naar beneden getrokken vanaf het snijpuntje met de hoogtelijn 2020. Toen heb ik een stippenlijntje getrokken bij de hoogtelijn van 2100 enzovoort. En je ziet dat dan deze vorm eruit komt. Paragraaf 3. Doorsnede en lichaamsdiagonaal. Gegeven deze kubus ABCD EFGH met ribben 4, teken het diagonaalvlak ACGE op ware grootte. Het is een diagonaalvlak, want hij gaat diagonaal door de kubus heen. Hij snijdt hem zo middendoor, schuin. Ja, hoe ga je dit doen? Op ware grootte. Nou, je ziet, het is een rechthoek, ACGE. Dat kun je met een beetje fantasie wel zien. Het rode vlakje, wat ik erin getekend heb, is een rechthoek. CG is de ene zijde, die is 4. Die kun je ook zien. AC is de andere zijde, maar die weet je niet wat die precies is. En toch ook weer wel, want die kun je berekenen. AC is namelijk de schuine zijde van de driehoek ABC. En AB en AC zijn dan de rechthoekszijden. Dus met behulp van Pythagoras kan ik zeggen, ene rechthoekzijde in het kwadraat is 4 kwadraat is 16. Andere rechthoekzijde in het kwadraat is ook 4 en het kwadraat is ook 16. Tel ze op, dan is de schuine zijde in het kwadraat 32. Dus de schuine zijde is de wortel van 32, is 5,7. Dus AC is 5,7, CG is 4. Dus je krijgt deze rechthoek als diagonaalvlak. Even een ander voorbeeld, een balk. Met AB is 6, BC is 4 en CG is 3. En nu zit er een schuin diagonaalvlak in, ABGH. Teken ik die op ware grootte, moet ik ook nu weer zeggen, ABGH is een rechthoek. AB weet je, die is 6. Maar de schuine zijde, BG, die weet je niet. Wel weet je weer dat dat de schuine zijde is van de driehoek, waarvan AB en AC... Dat zeg ik hier verkeerd trouwens. Ik bedoel BC en CG de rechthoekzijden zijn. Dus je moet hier zeggen 4 kwadraat 16, 3 kwadraat is 9, schuine zijde in het kwadraat is 25, dus schuine zijde is wortel 25, dus 5. AB is dus 6, BG is 5. Ik heb dus dit diagonaalvlak van 6 bij 5. Dan de doorsnede met een lichaamsdiagonaal. Je zou kunnen zeggen, wat is de langste lat die je in deze kubus kunt leggen? De langste lijn die je kunt trekken? Nou, dat is van B naar H, die gaat natuurlijk schuin door de kubus heen. Kan ook van A naar G. Of van F naar D.
He, maar dat is schuin er doorheen. En hoe ga je nou de lengte van die lichaamsdiagonaal BH bepalen? Nou, dan moet je dit bedenken. Als je van B naar H loopt over de ribben van de kubus, dan ga je bijvoorbeeld van B eerst naar C, dan naar G en dan naar H. Je gaat dus over drie ribben. BC is 4, CG is 4 en GH is 4. De lengte van de lichaamsdiagonaal bereken je dan zo. Ook met Pythagoras, maar we zouden kunnen zeggen een uitgebreide Pythagoras. Rechthoekzijde kwadraat is 4 kwadraat is 16. CG was ook 4, dus dat is ook 4 kwadraat is 16. GH was ook 4, dus 4 kwadraat is 16. Opgeteld 48, dat is de schuine zijde in het kwadraat. Dus de schuine zijde zelf, de wortel daarvan, is dus 6,9. Dus BH, de lichaamsdiagonaal, is 6,9. Nog een voorbeeld met de balk van net. Nu van E naar C. De lichaamsdiagonaal CE wil je weten. Nou, dan ga je eerst bedenken. Over de ribben zou je bijvoorbeeld van C naar B lopen. Dan van B naar A en dan van A naar E. Dus je moet een ribben van 4 moet je hebben, eentje van 6 en eentje van 3. Nou, met Pythagoras zeg je dan 4 kwadraat is 16, 6 kwadraat is 36, 3 kwadraat is 9. Maak een optelling, 61 is de schuine zijde in het kwadraat. Dus de schuine zijde zelf is de wortel van 61, is 7,8. Dus de lichaamsdiagonaal CE is 7,8. Paragraaf 4. Aanzichten. Gegeven onderstaand kubusbouwwerk. Teken het voor, rechterzij en bovenaanzicht. Je ziet dus een kubusbouwwerkje met links één kubusje, daarachter twee, dan drie. Op de middelste rij staat één kubusje met daarachter twee. En op de voorste staan er drie en daarachter vier. Nou, het vooraanzicht betekent dat je hem recht van voren bekijkt. Dus dan draai je hem zo. En dan zou je op je hokjes papier kunnen tekenen. Drie hokjes omhoog. Daarnaast twee omhoog. En dan vier omhoog. He, dus de hoogste stapel die je ziet is eerst drie. In het midden is dat twee. En aan de rechterkant is de hoogste stapel vier. Dus je ziet er officieel geen diepte in. Hier zie je het nog wel een beetje. Maar je mag gewoon plat tekenen. Dus drie. 2, 4. Het zijaanzicht vanaf de rechterkant ziet er dan als volgt uit. Helemaal rechts zie je 4 hoog, dat is maximaal als je vanaf de zijkant kijkt de hoogste, dus 4. Daarnaast in het midden is de maximale hoogte 3. En helemaal aan de zijkant zie ik alleen het ene blokje, dus die is 1 hoog. Dus 1 hoog, 3 hoog, 4 hoog. En die mag je gewoon op je ruitjes in je schrift keurig zo naast elkaar tekenen. En het bovenaanzicht ziet er zo uit. Je ziet dus op de eerste rij 3, op de tweede zie je er 2 en op de derde zie je ook 2 blokjes achter elkaar. Nou, nu is het gebruikelijk om in het bovenaanzicht ook aan te geven hoeveel blokjes er op elkaar staan. En dat doe je als volgt. 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3. Wil je zelf oefenen? Zoek op fi.uu, dat is het Freudentaal Instituut van de Universiteit Utrecht, en zoek dan op blokken bouwen. Paragraaf 5, hoeken berekenen. De drie hoeken van een driehoek zijn opgeteld 180 graden. Dat is gewoon even een paar regels die ik nu noem. Ik ga zo meteen mee aan het rekenen. Dus de drie hoeken van een driehoek zijn opgeteld 180 graden. De hoeken van een vierhoek zijn opgeteld 360 graden. Een gestrekte hoek is 180 graden. Een rechte hoek is 90 graden. En kijk ook of er tekentjes in de hoeken staan die aangeven dat de hoeken mogelijk even groot zijn. Streepjes of V'tjes op de lijnstukken geven aan dat ze even lang zijn. En pijltjes die geven aan dat twee lijnen evenwijdig lopen. Nou, dat zijn even wat afspraken die je moet kennen. Zet ook gerust de video even stil om dit even te bekijken. Dat kan heel mooi. Dus als het nodig is, gewoon even overnieuw kijken. Dat kan natuurlijk altijd. Maar deze regels gebruiken we dus
op de volgende dia's. Ik heb hier een driehoek getekend. ABC. Ik heb er een lijntje ingetekend AD. En een lijntje CE. En een lijntje EF. En je ziet verder dat bijvoorbeeld ET even lang is als AT. En dat A, hoek A, in twee gelijke hoeken verdeeld is. En verder heb ik dus overal 1, 2 of zelfs 1, 2, 3, 4 staan bij de verschillende hoeken. Vier vragen. Bereken hoek T2. Bereken hoek S1. Bereken hoek C1. En bereken hoek D2. We gaan ze allemaal afzonderlijk langs. Eerst T2. Om T2 te berekenen, moet ik waarschijnlijk iets met die hoek van 20 graden bij A. En misschien dat ik iets kan met driehoek AET. Ik laat zien wat ik bedoel. Hoek A is in twee gelijke hoeken verdeeld, dus beide hoeken met het kruisje zijn 20 graden. Je zou ze ook hoek A1 en hoek A2 kunnen noemen, maar beide zijn 20 graden. Verder zie je dat AT even lang is als ET, dus AET is een gelijkbenige driehoek. Hoek A, zeiden we net, is 20 graden, dus hoek E1 is ook 20 graden. Dat geldt altijd als een driehoek gelijkbenig is. Dan zijn de basishoeken gelijk. Dus hoek A met het kruisje is 20, hoek E1 is 20. Dan geldt er voor hoek T1 dat 180 min 20 min 20, dat er dus 140 graden overblijft. Dus hoek T1 is 140. Maar let op, we vroegen niet hoek T1, maar hoek T2. Nou, T1 en T2 samen zijn 180 graden, een gestrekte hoek. Dus voor hoek 2, T2, blijft over 180 min 140 is 40 graden. He, dus je ziet, basishoeken A en E1 zijn gelijk. Dus is hoek T1 te berekenen met de 180 graden regel en hoek T2 vervolgens met de gestrekte hoekregel. Het T1 en T2 samen zijn 180 graden. Hoek S1 was de volgende vraag. Dus bij hoek S moet je dan kijken. Op de lijn CE zit hoek S. Snijp het van CE en AD. En die is in vieren verdeeld. En ik wil S1 wil ik hebben. Hoek S1 is het onderdeel van de driehoek AES. Dus AES heb ik nodig. Nou, hoek A weten we weer is 20 graden, met het kruisje. Hoek E1-2 is 90, hè, dat zijn de twee hoeken bij E samen. Dus hoek A is 20 in deze driehoek. Hoek E is 90, dus hoek S1 is dan 180, min 20, min 90, is 70 graden. Hoek C1, bovenin de driehoek. Pak nu even de grote driehoek AEC eruit, dus AEC. Daarvan weet je dat hoek A, heel hoek A, 40 graden is, 2 keer 20. He, twee kruisjes, dus 2 keer 20. Verder weet je hoek E1-2 is 90, hebben we net ook gezien. Een rechte hoek. Dus blijft er voor C1 over 180, min 40, min 90, is 50 graden. En nu nog een iets lastiger, hoek D2 aan de zijkant. D2 is een onderdeel van een vierhoek. Dus je zou het ook via een driehoek kunnen doen, dat je eerst D1 bijvoorbeeld uitrekent. Maar ik ga gewoon met de vierhoek aan de slag, EBDS, om eens te laten zien hoe dat werkt. Nou, je weet hoek S1 is 70 graden. Die hadden we uitgerekend. Bij B. Verder geldt dat hoek S1-2, dus 1 en 2 samen, bij S 180 is. Dat is weer zo'n gestrekte hoek. Nou, dan blijft er hoek S2 over. 180 min 70 is 110. Dus S2 is 110. Verder geldt dat hoek E in deze vierhoek 90 is. Hoek B is 66. Dus hoek D2 is 360 min 110 min 90
min 66 is dus 94 graden. Hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt en dat het ook helpen zal voor je toets. Doe je best, je kunt het.